Dinsdagavond vond eindelijk de lang verwachte lancering van Gordon's nieuwe muziek plaats, en ondanks de feestelijke sfeer gebruikte de zanger de gelegenheid om stevig uit te halen naar zijn collega Gerard Joling. Gordon maakte duidelijk dat hij niet meer geïnteresseerd is in het snabbelcircuit en zich wil richten op het maken van muziek. Voor de camera van Shownews verklaarde hij, ik wil gewoon muziek maken. Ik ga toch niet het feestcircuit in met twee motten, waarbij hij lijkt te doelen op het nummer twee motten van Gerard Joling. Hij benadrukte dat die tijd voor hem voorbij is. Na bijna een jaar afwezigheid op Instagram deelde Gordon onlangs weer een bericht met een grote update. Naast zijn terugkeer op het platform kondigde hij ook aan dat hij weer gaat zingen. Hij gaf aan zijn carrière een nieuw leven in te blazen en deelde zijn plannen met de fans, vooral gericht op zijn opkomende projecten in de televisie- en muziekwereld. Gordon liet ook weten dat hij sterk genoeg is om de uitdagingen van online commentaren aan te gaan en zich niet langer onveilig voelt. Hij wil zich richten op positieve ontwikkelingen in zijn professionele leven, waaronder zijn herwonnen passie voor muziek.